Goedemiddag vanuit Sweetie Suriname. We zijn hier op bezoek bij de heer Gisai Dobé. En hij is voorzitter van de Scholen Sportfederatie Suriname. En we zijn hier bij hem om met hem te praten over de situatie waar de sporters, de schoolsporters helaas niet meer kunnen naar Konzude. Zeg ik het goed? Ja, Konzude. Helemaal. In Colombia, hè? Colombia, ja. Bucaramanga, Colombia. Ja, goedemiddag. Ik heb die brief gezien die u gestuurd heeft naar de ouders. Eigenlijk zouden de sporters afgelopen zondag moeten vertrekken, of deze? Nee, aankomende. Aankomende zondag moeten vertrekken. En toen in één keer werd er een brief gestuurd. Maar wat, laten we even terug. Wat zijn de Konzude spelen en wie doet er aan mee? Oké, ook goedemiddag. De Konzude Games zijn Zuid-Amerikaans school games, tussen 12 en 14 jaar. En daar doen de Zuid-Amerikaanse landen mee. Het is al heel lang ontwikkeld, heel oud, en het is iedere keer goed ontwikkeld met een mooi scholensysteem. Mm-hmm. Er zijn 10 takken van sport, dus volleybal, basketbal, voetbal, futsal hoor, geen veldvoetbal. Okay. Daar is ook een reden voor. Okay. Maar sinds 2-3 jaartjes hebben wij 3 jaar nu. Hebben we ook sport voor mensen met een beperking. Okay. We zijn begonnen met atletiek. Suriname heeft vorig jaar meegedaan. En dit jaar is zwemmen ook toegevoegd. Voor de mensen met een beperking. Kinderen met een beperking zouden ook meedoen met zwemmen. Maar dat is vanuit het gelijkheidsbeginsel. Dus, ja. Dus voor dit jaar hadden wij wel op de lijst kinderen met een beperking voor atletiek. Wauw, ja. Oké. Okay. Hoeveel kinderen? Dus er waren 7 kinderen die mee zouden doen voor met atletiek. Ja. En in Chili hebben ze het vrij goed gedaan. Nog net geen medaille, 4e plaats. Eentje heeft zelfs zo gehuild, want het zat erin. Oké. Maar en wanneer was Chili? Was vorig jaar? Vorig jaar, ja. December. Oké, en toen iedereen zich aan het voorbereiden, want het is elk jaar terugkerend. Hè? De laatste keer was in 2019, heb ik begrepen, of 2023? Hè? Vorig jaar, ja. Ja, toen zei de laatste keer. Maar daartussen was er een gap, de laatste was in 2019, ja. Met een gap van 5 jaar. Ja. Maar toen kreeg het 2019, ging die door. Waarom ging dat niet door? Vanwege COVID. Oké. Okay. En dan kreeg je een gap. En het opstarten was dan een probleem. Mm-hmm. En 22 zouden we naartoe gaan. We waren ready. Het bestuur van mij was net ook geïnstalleerd, 3 maanden zo. Mm-hmm. We hadden het voorbereid. En het geld is echt heel laat gekomen. Toen vonden we het niet verantwoord dat de kinderen konden gaan. Want zo met 5 verschillende vluchten en zo. Mm-hmm. En we zouden aankomen na de openingsceremonie. Toen heb ik gezegd, nee, dan moeten we het cancelen. Mm-hmm. En dat geld hebben we toen met een schrijver expliciet gevraagd te reserveren voor 23. En dat is ook gebeurd? Dat is gebeurd. Ja. Oké, dus ik ben de 23 gegaan. Nou, iedereen was in de voorbereiding, kinderen zijn gaan trainen, ouders hebben zich voorbereid. En toen kreeg u in één keer het bericht, vandaag, gisteren, wanneer heeft u het bericht gekregen dat het niet meer doorgaat? Oké. Kijk, het is belangrijk om even terug te gaan vanaf de voorbereiding. Ja. In februari werden we benaderd, of die kregen de instructies. De Schoolsportfederatie is een vrij autonome organisatie, is een stichting, maar het is een werkarm van het ministerie van ROS, Regionale Ontwikkeling Sport. Ja. De minister is onze directe aanspreekpunt. Mm-hmm. En de doelstellingen en alles van Schoolsportfederatie, afgekort SSFS, zit verankerd in de statuten. Ja. En dat is allemaal vanuit de overheid gemandateerd. Nou, wij moeten schoolsport ontwikkelen in de remsysteem des woord. Tot op het moment van ons was het meer meedoen aan Konzude Games en intergenerische spelen. Wij hebben toen gezegd van, we gaan ons niet beperken tot die 2, omdat we ook moeten gaan werken aan opnieuw nieuw leven inblazen in het nationaal schoolsport Suriname. En nu is het zo dat er wel wat wordt gedaan, zeker voor het basisschool betreft. Ja. Maar er zijn 38 scholen waar actief schoolsport wordt gedaan, van de 300 zoveel basisscholen. Op VOS niveau is dat iets beter. Ja. Oké, Konzude is van 12 tot en met 14 jaar. We hebben in Chili geparticipeerd na 5 jaar. Na 5 jaar was het weer dat we dat konden doen. Het was een goed startmoment. En wij hebben gezegd, om het weer steeds beter te gaan doen, is het belangrijk dat je een goede technische voorbereiding hebt. Ja. Goed trainen. Want tot de 19
waren we al vrij hoog niveau. We hebben gouden medailles gehad, Miguel van Assen, je hebt Jael, Tony Cho, die nu zelf ook trainer is. Het zijn allemaal jongens die gouden medailles hebben gemaakt. Ja, dat hebben we ook vorig jaar goed, dit jaar goed gedaan in Barbados. Ja. Met de andere Goodwill Games. Goodwill Games, hebben ze ook heel goed gedaan, de zwemmers. Dus, ja. Het platform biedt een mogelijkheid voor talent om zich verder te ontwikkelen. En ook natuurlijk om hun niveau te testen, hè, van hoe sterk ben ik ten opzichte van de mensen in het buitenland. Hè. Precies. Ook goed voor de ontwikkeling. En dan ga je zeggen, in binnenkant, zo de Zuid-Amerikaans, is, als je ziet hoe ze competen, zul je denken van dit zijn gewoon volwassenen. Maar zijn 12-jarige, 13-jarige, mooi om te zien. Ja. Echt mooi. En toen kreeg je die brief? Of wat? U kreeg een telefoontje? Nee, in februari kregen we de instructies. Begroting versneld indienen, want de projecten IGS, korte daarvoor, internationale spelen IGS en Consude, die zijn dus niet opgenomen in de begroting, les moment ervan uitgehaald, vanwege begroting in technische zaken, verband met IMF-programma. Ja. Dus die worden allemaal vanuit het schoolsportfonds, staatsoliesportfonds gefinancierd of betaald. Wij hebben februari dan een begroting versneld ingediend en de instructies waren indienen bij de sportcommissie van het kabinet van de president door tussenkomst van ROS. En daar is dus de heer Roosevelt de voorzitter van. Ja. En beheerder van het sportfonds. Wij hebben toen dat gedaan, maar we hebben in ons schrijven expliciet aangegeven voor beide projecten dat het heel vroeg is om nu een exacte begroting te sturen. Wij gaan het ruim nemen, maar het is ook het maximale. En naarmate we het evenement en de technische meetings naderen of hebben gehouden, dan gaat u zien dat het juist minder gaat worden. En dat is ook gebeurd. Bijvoorbeeld, IGS was begroot voor 7,5, voor 14 takken van sport. Dat was eerste instantie de bedoeling in Vlaams-Guyana. Daarna is het teruggebracht, is die begroting ook 3 miljoen zoveel geworden. Ja. Dus wat dat betreft hebben we volle transparantie. Als u hetzelfde. Nu hebben wij, moet ik ook zeggen dat, voor wat IGS betreft, we steeds merkten dat men laat was met die betaling, terwijl andere afspraken waren. We hebben de gelden dan ook laat ontvangen. Dinsdag was geplande vertrek, hebben we het vrijdag gehad. Dus 2 dagen. Dus u begrijpt, vrijdag was hier een hel. Ja, en wat jullie oktober. Ja. Dus wij hebben, maar ik moet ook eerlijk zeggen, er is een nieuwe werkgroep gemaakt door de president. En onder de leiding van de directeur van Algemene Zaken. En zij hebben heel voortvarend gewerkt. Maar we hebben toen ook moeten een presentatie houden over interguyanese spelen. En toen bleek al gauw dat die sportcommissie onder leiding van Roosevelt geen complete documenten doorstuurde naar financiën. Waardoor de projecten geparkeerd werden. Okay. Dus toen wij presenteerden, zei de directeur toen tegen ons, de voorzitter, van, maar dit is precies wat we vragen, meneer Gisele. En ik zei tegen haar, maar dit is vanaf februari ingediend. Dit is onze standaardformaat en ik maakte toen een aantal files open van andere projecten. Zei, dit is onze werkwijze. Onze begroting is altijd in Excel. Er is een lead sheet en daar heeft u de tabs per post. En die had u al in februari ingeleverd. Nee. En dan had de heer de sportcommissie onder leiding van de heer Roosevelt dat ook al gezien. Ja. Maar die gaf aan dus dat hij in februari al had aangegeven dat er geen middelen beschikbaar waren. Als hij mij dat kan aantonen, dan hou ik mijn mond voor de rest. Er is nog nooit een mail gekomen. Niet eens als bevestiging. Dat zijn commissieleden en mensen van ROS die ook erin zitten, die hebben bevestiging ontvangen. Ik heb alle e-mails. Meneer Roosevelt heeft nooit met ons gecommuniceerd, ondanks herhaaldelijke vragen. Het zijn de commissie. We hebben hier in juli, hebben we 2 mensen van die commissie, waar de commissie uitgenodigd heeft, die 2 mensen afgevaardigd, hebben we een presentatie hier gehouden. Ook voor interguyanese spelen. Hoe in kavels dat geld overgemaakt zou worden. En heer Roosevelt is niet geweest, hij heeft 2 mensen gestuurd namens hem. Ja. En u zegt, we hebben nooit contact gehad met de heer Roosevelt, geen persoonlijk contact gehad. Persoonlijk wel, we hebben informeel met hem gesproken, maar we hebben hem steeds gevraagd, communiceert u dat per mail naar ons? Of dat Dat is nooit. Maar over dat consul er niet door zou gaan, daar weet ik niks van. De eerste keer dat ik erover heb gehoord dat er geen middelen zijn, was oktober.
die vrijdag, hè, dus als we dinsdag 22 zijn vertrokken, 18 oktober. 18 oktober hoort u het van hier, er is geen geld hoor, voor Consoude. Dat zegt hij tussen nu en de Podor, want we waren daar voor IGS. En waar waren jullie samen, in Guyana? Nee. Frans Guyana? Nee, hier. Hier? Bij directeur Alsa. Oké. Om te praten over de middelen voor interguyanese spelen. En hij zegt tussen nu en Lepidoor, zegt u, er is geen geld. Nee. Dus dat zegt hij aan de voorzitter, aan de directeur. Toen heb ik de vergadering gezegd, meneer Roosevelt. Maar dat is de eerste keer dat ik het zo uit u hoor. Kunt u dat per mail sturen? Want wij hebben in juli een meeting gehad met de president, ja, waar u ook zat, waar ook directeur sport zat. En de minister van ROS. En ik heb expliciet aan de president gevraagd, want de president heeft aangegeven de prioriteitsgebieden voor sport. En ik heb de president expliciet gevraagd, president, hoe staat u tegenover schoolsport? Want we hebben Consoude opgestart op de VS en we zijn ook bezig met het opstarten van schoolsportprogramma's voor National School Sport. Mm-hmm. En de president heeft daar in niet mis te verstaande woorden aangegeven dat beide gewoon door moeten gaan, IGS en Consoude. Ja. En de president hoeft nog onderbouwd dat het belangrijk is dat die scholieren die ruimte krijgen, wat is ook goed voor die integratie in de regio, etc. Ja. Daar waren we blij om. En na die meeting hebben we afstemming gehad met de minister. En die heeft gezegd, shoot, want je moet een technische voorbereiding hebben. Dus 1 augustus En welke minister heeft shoot gezegd? Minister Gracia? Ja, van ROS. Ga ervoor. Ja, want u zegt ook, belang is voor sport. Je leert de jongens te gedisciplineerd zijn, de meisjes. Ja. Team spirit wordt gedaan, samenwerking wordt gepromoot. Precies. Nou, dus toen kreeg u deze brief en toen zag u van, het gaat niet door, want er is geen geld. Nee, toen kregen we dit te horen, want naarmate we de tijd naderden. Ja. Want je hebt natuurlijk deadlines bij het Consoude, is een systeem. Je moet tickets hebben, je moet allerlei dingen regelen. Ja, ja. De grootste post. En de kinderen moeten zich voorbereiden op de wedstrijden. Die zijn al vanaf augustus. Gaande. Dus die kosten worden al gemaakt. Mm. Die coaches zijn al in actie, dus we wilden een goede voorbereiding. De president heeft jullie mandaat gegeven, augustus hebben we groen licht gegeven. Dat ze kunnen trainen daar. Ja, ja. Mm. En dat werd ook al gedaan. Vandaar dat je merkt dat de mensen een beetje gefrustreerd zijn over het besluit, ja, dat er geen middelen zijn. Oké, en meneer Roosevelt heeft ook aangegeven van, er moet dan maar beter gepland worden. Laat je me daar aangeven hoe je dan beter plant. Want als je als organisatie 7 februari je planning hebt gestuurd en je krijgt in juli mandaat van de president, mm-hmm, dat het akkoord is, hoe bedoelt hij dit te plannen? En daarom, dus ik vraag me af, wat zijn de referentiekader is. Want als je praat over planning en dat soort zaken, daar hebben we mensen hier van mij al jaren met het beltje gehad. Ik heb alleen maar mensen die uit de sport komen. Mijn managementteam bestaat uit mensen met een background van SOC, topsport. Dat zijn de mensen die ik hier heb in de organisatie. Dus u zegt dus dat de voorbereiding eigenlijk al optimaal sinds, je kunt meenemen, een jaar van tevoren is gestart. Ja. Want je hebt februari je begroting ingediend, zoals dat te horen. En in juli kregen jullie te horen van, jullie kunnen shooten. Ja. Ja. En dan om nu in november, 22 november te horen, een brief te sturen. Want u moest een brief sturen naar de verschillende bonden en de ouders. Nee, dat zit dus anders. Dus wij hebben na IGS, toen we terug waren, heb ik toen met de minister en de directeur afgestemd van, ik moet wel weten wat, want ik zit nu in een grijze vlak. Ja. En het is, als het nog raakt, is het slechtste wat je kan hebben. Ja. Het is wit of het is zwart. Ja. En om door te kunnen gaan, moet ik weten, want we moeten besluiten nemen. Ja. En ik moet zeggen, de minister heeft tot vervelend toe allerlei gebeld en ook de directeur. Er zijn brieven gestuurd vanuit ons naar de minister, toe, dat de minister precies zo doorgestuurd heeft naar de president. En er werd gezegd dat er instructies zijn gegeven van minister van Financiën. Uh-huh. Dus het geld erover. Het wordt geregeld. Dus op basis daarvan ga je door. Uh-huh. Totdat vorige week, uh-huh, dat was de afsluiting van het systeem, en daar moesten nu cruciale besluiten worden genomen. Uh-huh. Heb ik toen gezegd, minister, ik ga wel een paar mensen zelf bellen, want anders gaan we, als het geld straks niet komt, gaan we ons in een heleboel financiële strop zetten. Ja. En dat is onder andere
hotel van Suriname was al gereserveerd. We hebben het gehad van het consulé. Dit is je hotel. We hebben informeel gesproken. En toen hebben ze gezegd, kijk, als je het hotel bevestigt en je komt niet, dan ga je wel die reserveringskosten van 20.000 US betalen. Ja. En dat is voor hoeveel man? Voor 130 man. En heeft u, dus u heeft nog kosten nu? Voor het hotel niet. Dus ik moest het besluit nemen. Ik heb de minister toen ook gebeld. En ook vliegtuig moest betaald worden, down payment. We hebben een policy hier. En dat is dat geld zoveel mogelijk in het land houden. Ja. Ik zeg, Avianca heeft me benaderd via Colombia. Copa heeft me benaderd. Maar wij hebben gezegd, we gaan juist een beleid voeren met SLM. Naar het geld naar hun gaan, maar dat doen ze wel iets terug. Ja. Dus dat is, dus op een gegeven moment moet je die dingen betalen. Als je het niet doet, dan moet je die down payment stop betalen. Dat is gewoon, want je gaat overeenkomst tegen. Vrijdag heb ik, ik heb donderdag contact gemaakt met het kabinet. Daar gesproken. Ik heb de directeur van de werkgroep van de president, de directeur van ALSA ook een bericht gestuurd en ik heb ze lief gevraagd om mee eruit te helpen, want ik kan geen besluit nemen. En als we geen besluiten nemen, gaan wij het land onnodig in kosten jagen. Ja. En daar hebben ze begrip voor gehad, ze hebben me gebeld. Zij hebben me toen donderdagavond gezegd, die mevrouw, ik wil het naam niet noemen, ik weet niet of ik het mag noemen, maar ze heeft me duidelijk gezegd dat er geen gelden beschikbaar zijn, die gelden zijn al besteed voor andere projecten. Ik zeg dat is jammer, want als ik dit eerder had geweten, hadden we het niet hoeven te starten. Want u heeft eigenlijk gewerkt met het fiat dat u in juni al heeft gekregen. Ja. Dus en dan kreeg ik volgende dag ook een app van de directeur van ALSA. Die zegt in een app tegen mij, Aniel, sorry, maar de middelen zijn op. Ik weet niet hoe waar die reis is ontstaan, maar de minister zou het weten. Ik heb toen ook gewerkt van luister, mijn minister heeft andere instructies gehad. Ze is bezig geweest. Maar goed, als jullie die bevestiging zo geven, heb ik geen andere keuze dat ik die voorbereiding ga stopzetten. Dus ik wil niet Colombia zo, maar ik wil die voorbereiding, want die kosten lopen op. Ik heb mijn minister gebeld en ik heb de minister gezegd, minister, we gaan een besluit moeten nemen. En mijn voorstel is dat we de voorbereiding stopzetten. Toen heeft ze mij gezegd, Aniel, ik sta achter je. Want ze weet hoeveel ze in de laatste weken gedaan heeft. Oké, maar we weten dus dat IGSR en Consumer Games eigenlijk overheidsspelen zijn. En we hebben, en dit valt onder ROS, sportzaken. Zou het dan niet in hun begroting moeten worden opgenomen dat deze spelen bekostigd moeten worden? Ja, en dat was ook gedaan. Maar je weet, Suriname zit in een strikte IMF-programma. En daar moet er rekening mee te houden van de begroting, dus je moet bezuinigen. Er is toen gezegd tegen de directeur en de minister dat ze eruit gehaald worden uit die reguliere en dat het via het sportfonds. Wanneer was dat gecommuniceerd? Dat was voor die begrotingsbehandeling vorig jaar. Okay. Ja, dus dat was van we gaan het eruit halen vanwege de regels die IMF heeft. En we gaan het via andere sportfondsen dingen eruit halen. Nu heeft de heer Elvin dit jaar 2,1 miljoen US dollar. 2,5 US dollar is er vrijgemaakt. De president toegezegd dat geld wordt vrijgemaakt voor sport. Onder het faciliteren van kunst, gras en sportvelden en dat soort dingen. Sportinfrastructuur. En infrastructuur, ja. Heeft u dat ook al gezien, die infrastructuur? Dat is van, nu is deze kosten zouden zijn 13 miljoen SRD. Ja, afgerond. Voor de 100 hoeveel mensen? 130 mensen. Nou, 130 mensen zouden afreizen. Binnen 90 sporters. 90 met sporters. Met coaches en zo allemaal. Ja. Ook daarin bezuinigen, hè, jullie, dat niet iedere coach mee kan. En als een coach mee wil, moet je zelf gaan betalen, bij wijze van spreken, vanwege het feit dat er geen geld is. Dus daar wordt, denk ik, rekening mee gehouden. En nu heeft u dus voor die 13 miljoen, zegt men, dat zegt de heer Elvin, er is geen geld. En u zegt, hij vertelt onwaarheden. Welke onwaarheden vertelt hij? Eerste onwaarheid is dat hij reeds in februari heeft aangegeven dat wij op de hoogte zijn gesteld dat er geen middelen zijn. Dat klopt dus dat niet. Dat klopt helemaal niet. En het tweede is dat hij in een verhaal, in een interview heeft aangegeven dat wij omgekeerd werken, eerst alles beginnen uit te geven en zo, en dan komen we onderhandelen met het mes op de keel. Dat heeft hij in een interview gezet in niet mis te verstaan woorden. En daar heb ik aanstoot aangenomen omdat dat een pertinente leugen is.
Wij hebben een begroting opgesteld, we hebben het ingediend. We hebben de president gevraagd, de minister ook. En op basis van het mandaat hebben wij door. Het kan gebeuren, we weten allemaal dat het land in een moeilijke vaarwater zit wat financiële middelen betreft. Dan moet dat gewoon zo gecommuniceerd worden. Maar ik kan toch niet uit het hoofd zeggen van ik ga beginnen en dan kijken we hoe dat... Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Nee, u zegt, je toezegging was al gedaan in juli, van jullie kunnen shooten, jullie kunnen gaan. Heeft u gedaan en nu is er, blijkt het niet door te gaan. U bent teleurgesteld ook in het feit dat de heer Elvin zaken zegt waarvan u zegt dat ze niet waar zijn. Ja. U bent niet op de hoogte gesteld in februari dat het niet meer doorgaat. U weet dat er geld is, daar ging u vanuit. Zo. En hoe reageren de ouders en hoe reageren de kinderen? Ja, en dan moet ik even compleet maken. Ja. We hebben dinsdag, dus gisteren, pas een officieel schrijven gehad waarin opgezomd is dat er besteed is naar andere projecten. Wij hebben in augustus wat middelen gehad voor IGS, maar dat de gelden op zijn voor en niet beschikbaar zijn voor consider, het besteed is anders. Dat is gisteren beschikbaar. En welke projecten? En welke, wil ik zeggen, welke projecten? Ze hebben dus wat projecten, ze hebben de projecten niet, maar het gaat om infrastructurele projecten en ze hebben ook verwezen van dat wij als organisatie drie punten zoveel hebben gehad voor IGS. Dus het is eigenlijk op. Als je bekijkt, meneer Elvin zegt ook in het interview met de heer met ABC, dat hij vindt dat er eigenlijk is een eenmalig iets waar je naartoe gaat, best wel veel geld. En liever kunnen het besteden aan lokale die lokaal. Wat vindt u daarvan? Het is onzin. En ik ga niet zeggen waarom het onzin is. Sorry dat ik dat woord zo gebruik, hoor, want ik wil netjes blijven. Maar kijk, wanneer je sportontwikkeling en gebruik het woord duurzaam investeren. Ik wil graag weten wat zijn definitie van duurzaam investeren. Wanneer je met de jeugd bezig bent, dan praat je over duurzaamheid. En ik ga iets hier aanhalen, want ik kom uit die sportwereld, niks is geheim voor mij. Dus je geeft $100,000 uit aan Nacho. En ik zeg niet dat het fout of verkeerd is, maar vertel mij nu wat de duurzaamheid daarin is. Als je 2 miljoen voor me uitgeeft aan US dollar of 20 miljoen, waarbij je bezig met jeugdprogramma's, werk ik net een slaaf voor je. Want dan ben ik bezig aan de toekomst van dit land. Ja. Sport als instrument. Maar je praat over. Ik ga je ook zeggen, mevrouw Gloria. Ik ben door mensen gebeld die geld hebben gehad uit het sportfonds en ze moeten een scholentoernooi organiseren. En ik vraag ze, maar wat doe jij met de scholentoernooi? Ja, ik heb van waar heb je dat geld? Het sportfonds. En dan zit ik hier met mijn team dag en nacht te werken om schoolsport van de grond te krijgen. En dan krijg je een heleboel van deze ad hoc dingen. En dan natuurlijk, die mensen kennen me uit de sport, dus ze vragen van, hier kan je me helpen? Dus natuurlijk zeg ik nee. En ik zeg, dat geld moet duurzaam gebruikt worden. Het moet niet zoals een caro mirifier, gebruikt worden. Maar dus eigenlijk zegt u van, weet de heer, is de heer Roosveld op de hoogte van wat u doet als organisatie? Dat jullie de scholen, de federatie zijn, dat jullie projecten organiseren en toernooien, weet hij dat? Helemaal. En er zijn meetings geweest met de president waar hij leeflijk aanwezig was. En heeft u nooit benaderd om een scholentoernooi te organiseren? Om te zeggen van, hé, laten we het gaan oppakken, laten we dit en dit doen. Dat nooit. Maar andere het mensen. Het congres van ons, waar we bezig waren, te brainstormen, is hij niet geweest. Daar was hij ook voor uitgenodigd. Is hij niet geweest. Het zijn momenten geweest. Wij hebben altijd aangegeven. Er zijn twee vertegenwoordigers van ROS, ook in die sportcommissie. En nou wat zij vertellen, dat ze weinig betrokken worden. Maar ook via hun hebben we gezegd, wij staan open, laten we praten. Nou, hoe kunnen we dit het best gaan ontwikkelen? In het belang van de jonge kinderen, van de scholieren. Ja. Het feit dat sowieso onder mijn leiding ik andere intenties heb dan alleen maar eng dingen doen, geeft aan dat ik een managementteam in overleg met het bestuur heb ingesteld. Wat ongekend is, men doet altijd bestuur. We hebben gezegd, nee, je moet deskundigheid binnenbrengen. En we hoeven niet iedere keer daar buiten te zoeken. Binnen de overheid zijn er zoveel deskundigen op de payroll. Breng ze bij elkaar. En we hebben hier, meneer Eendracht komt uit de SOC, we hebben de heer Hoogaard, die hier is, een geweldige man in basketbal, ook logistiek. Dus zo hebben we verschil. We hebben meneer Leor Tolit, die heeft een master's degree in schoolsport. Hij is opgeleid in Cuba en in Barcelona. Dat zijn mensen die in overheidsdienst zijn en die wij gewoon bij elkaar hebben gebracht. Het kost niks extra. Dus het is niet dat er een tekort aan kennis is om dit
soort zaken aan te sturen. Nee, bij SSF is het geen tekort aan kader. Hmm. Wat wij proberen te doen, is de overheid helpen om beleid te maken, duurzaam beleid, dus bij SSFS. Wij willen nu met die actoren, we hebben goede gesprekken gehad met onderwijs, ook met de OD, belast met schoolsport. En die was ook recent, hebben we in afgelopen weekend, onafhankelijkheidsweekend, hebben wij onze schoolsport voetbalgames gehad. Okay. En Lelydorp is kampioen geworden. Oh, en, hebben wij, ja, en dat hebben we met eigen middelen georganiseerd. Ja. Gigantisch succes geworden. En we hebben dat als pilot gebruikt, want we hebben vandaag geëvalueerd. We zijn bezig met dataverzameling, want we willen het eerste kwartaal van volgend jaar breder gaan met meerdere disciplines. En te kijken, want je moet steeds doorgaan. Als je maar kijkt van hey, dat is niet een prijs, dat is niet een prijs, ga je nooit beginnen. Ga je ook zeggen. Korfbal, Nederland. Daar hebben we nu al zeker een 7-taal gesprekken gevoerd. Er zit een korf daarachter, we hebben gehad met een bal. En met hun willen we nu gaan naar de scholen. Er is in de pipeline een kadertraining vanuit Nederland voor onze LO-leerkrachten, hoe korfbal. We hebben één persoon die daar al mee bezig is, Eurelse Bijl, zit ook in die, bij schoolsport, onderwijs. Die is ook nauw betrokken samen met Jenny. En nu willen we onze mensen gaan opleiden en kijken hoe wij korfbal ook kunnen integreren. Ja, vroeger was korfbal een hele populaire sport in Suriname. Maar even terug te komen op dat die Consude Games, die gaan dus niet door. Ik heb begrepen dat ouders de vice-president hebben benaderd. En dat hij gaat kijken of het alsnog lukt dat de kinderen kunnen gaan aanstaande zondag. Heeft u geprobeerd om contact op te nemen met de heer Roosveld toen u het verhaal hoorde wat hij vertelde waarvan u zegt dat het niet waar is? Heeft u hem een appje gestuurd van meneer Roosveld? Wat u daar zegt klopt niet. Ik kan me niet herinneren dat u mij gezegd heeft in februari. Hoe zit dat? Ik heb een verhaal gehoord vanmorgen, kreeg ik de link voor die hij ABC. Ik heb toen gezegd, luister, ik ga niet met hem in polemiek over social media. Het enige wat ik gezegd toen ik zag dat meneer Sam Blankendaal, journalist van ABC, die post had geplaatst, heb ik toen gereageerd. Ja. En ik heb hem gevraagd, ik denk dat je, als ik die ruimte krijg, wil ik wel van repliek dienen, hem van repliek dienen via hetzelfde medium. Ik wil geen sociale media oorlog hebben. Nee, maar daarom zeg ik, heeft u hem een appje gestuurd van luister, Ik heb dit gehoord, het is onwaarheid, want u zegt, februari helemaal niets verteld, juli hebben we de opdracht gekregen, shoot, je kunt gaan. Dan zegt, hoort u nu, het kan niet. En u zegt, zijn onwaarheden, wij zijn voorbereid, jammer dat het niet door kan gaan. Maar u wil niet in gesprek gaan met de heer Roosveld? Ik heb hem binnenkort trouwens zelf ook in, ga ik hem ook interviewen en hem dit voorhouden wat u gezegd heeft. U weet dat ook een toezegging is gedaan door de president van 2,5 miljoen, toch? Ja, en ik denk dat er daaruit geput wordt op dit moment. Dus aan die sportprojecten. Al die projecten waarvan hij zegt, ik hoorde de heer Elven zeggen, het is een meetmoment, dit is eigenlijk eenmalig iets en om zoveel geld uit te geven aan eenmalig iets vindt hij eigenlijk niet zonde. Nodig. Vindt hij zonde van het geld. Maar 2 jaar geleden was zijn zoon ook erbij en toen vond hij het wel nodig. En hij is niet geselecteerd, zijn zoon uiteindelijk. Maar toen heeft hij niks erover gezegd. Maar weet je, ik weet niet of het persoonlijk, ik wilde dit niet zeggen, maar wanneer je dit soort uitspraken doet, moet je weten van oké, wat is je referentiekader om zo'n uitspraak. Een internationaal toernooi voor scholieren is een meetmoment voor ze op dat moment. En wij zijn bezig aan allemaal te monitoren. We zijn naar IGS gegaan. We zijn nu bezig om te kijken wat we nog meer in de regio. Maar je moet je jeugd een platform geven, want we zien al, het is niet maar. Als hij tegen mij zegt, ja, het is eenmalig, wat levert je op? Dat geeft al aan dat zijn denken over sport very narrow is. Want als je sport-minded bent, dan begrijp je dat sport niet alleen maar een sportieve kant heeft. Het heeft ook een sociaal maatschappij. Dus hoeveel halen dat op? Net een handjevol mensen, die halen dat op. Ja. Maar wat betekent die anderen zijn losers? Dat niet. Je gebruikt sport als instrument. Ik ben vorige keer zijn we naar Chili gegaan. 75%
sorry, nee, weet je, het was 81-82% van de kinderen. 81% hadden nog nooit een vliegtuig in hun leven van binnen gezien. Wauw. Hetzelfde percentage zijn nog nooit naar het buitenland geweest. Ja. Is dat niet onderdeel van die ontwikkeling? Ja, van het precies. Kind? Dat vergeten ze nooit meer. Nee. Dat nemen ze mee. Hun oriëntatie wordt daar mooi verruimd. En je kan, weet je hoeveel lezingen zijn gehouden door die coaches over values, begeleiding. De arts is gekomen. De arts heeft gesproken over healthy lifestyle. Wat een sporter allemaal kan gebruiken. Dat zijn allemaal values die je meeneemt. En je kan het je leven aan gebruiken. Wat zijn die dingen dan niks waard? Je zei heel veel waard, denk ik, inderdaad. En we zullen het horen van meneer Elvin Roosveld. Ik weet niet of jij nog wat vragen hebt, Amanda. Denkt u dat u, heeft u het gevoel dat u bent tegengewerkt door de heer Roosveld om toch door te kunnen gaan met de Consulting Games? Nou, ik heb wel het gevoel dat hij, zoals hij dat zelf heeft verwoord, dat hij zelf advies, want dat heb ik ook pas ook vernomen, dat hij expliciet advies heeft gegeven om Consulting niet door te laten gaan. Ik had gehoopt dat hij, voordat hij zijn advies had gegeven met mij, erover had gesproken, dan had ik hem goed kunnen informeren van hoe belangrijk het kan zijn voor internationale evenementen. Ja. En dat betreur ik. En als hij dat zo nu publiekelijk zegt, dan heb ik het gevoel dat hij al die tijd ons ondermijnd heeft. En dat hij dit ding is. En meneer Roosveld kent me heel goed hoor. Ik ken hem ook goed. Maar ik vind niet dat ik ben niet naar buiten getreden om op ruim bezig te zijn of dinges. Ik heb netjes, die brief is gestuurd naar de bonden. Om hem netjes, want ik kan niet mondeling doen. Ik heb niks te verbergen. Ik heb netjes daar aangegeven. Van luister, de middelen zijn helaas anders besteed, dus we gaan de voorbereiding moeten stopzetten. Ik heb, en als jij vindt van dat jij vanuit sportfonds of als in je hoedanigheid, ik weet niet in welke hoedanigheid hij heeft gesproken, want heeft als voorzitter of als spokesperson van de president, ik weet niet welke hoedanigheid. Maar als jij vindt dat je daar een reactie op geeft, dan moet je het ook netjes houden. Ja. Want ik vind dat je gewoon aangeeft van de middelen zijn op, we hebben het anders besteed, jammer dat het niet hoort, dat had ook zo kunnen. Maar dat je verwijten maakt naar mensen en zaken verdraait, daar heb ik het gevoel dat je bezig bent het beleid te ondermijnen. En het is jammer, want wij behoren ook toe aan diezelfde overheid. Ja. En we hebben geen andere agenda. Mm-hmm. Wij vullen in de agenda van de overheid. We zijn daartoe gemandateerd. Juist, heeft het, oké. Okay. Ja, het is jammer inderdaad voor de jongeren. Ik hoop dat het lukt via de route van de vicepresident. Dat de jongeren alsnog kunnen gaan. Is het nog mogelijk, denkt u? Vandaag is de deadline. Als wij vandaag geen geld horen, of ik heb straks een contact ook met de minister. Oké. Okay. We hebben ook aangegeven, uiterlijk woensdag. Want als na woensdag kun je een aantal dingen niet meer regelen. Niet meer regelen. Kijk, de zondag, jullie ik ga je een voorbeeld geven. De kinderen moeten gekeurd worden. Wij gaan met niemand weg zonder een keuring. Ze moeten gekeurd worden, medical test. Ja. Maar het is een behoorlijk bedrag. Het komt op bijna 70.000, ondanks een gereduceerd bedrag. Maar je moet dat kind, die testen. Sporter, getest worden op een aantal dingen. Hart en zo allemaal. En dat ga je niet meer redden. Als je morgen ermee staat, kan je nog redden. Maar als je vandaag nog niks weet. Ja. En ik moet geen opdracht geven aan die arts om te starten. Nee. Dus ik zei het ook al in een ander interview. Wij waren bereid, kijk als weekend we bericht hadden gehad, om van die 24 uur 48 uur te maken. Alleen om ervoor te zorgen dat het kind weg kon gaan. Ja. Ik kan een mail wijzen van een kind. En dat was zo pijnlijk, dat heeft me besnijdig gemaakt. En het kind heeft een bericht gestuurd naar mijn executive secretary. Van kunnen jullie biggie, dat waren letterlijke woorden. Biggie, niet iets regelen dat we toch gaan. Ja, het is natuurlijk voor de kinderen. Zo pijnlijk. Ja, omdat zeker. Ik daar niet zie. Ja, papa, dat ze waren super enthousiast om te gaan. Ik zie ze als mijn eigen kinderen. Ja. En het is pijnlijk, en dat zeg ik ook, daarom heb ik ook altijd gezegd: als het niet doorgaat, meld me op tijd. Want dan kunnen we afblazen. Maar je creëert nu een verwachting. Bij de kinderen. Ja, en ook natuurlijk bij de organisatie. En ouders. Maar ook de organisatie in het buitenland, toch? Dat je een keer op het laatste moment gaat weet afzeggen. Weet je wat ze hebben gezegd? Van, hey, this is the second time. How can we help? Toen hebben we gezegd, luister, wat het probleem is met het charter. En
Money problems. Ja, ik zeg, we hebben natuurlijk gecamoufleerd, we zetten ons huis wel, maar, zeg maar er zijn een paar emergency posten bij de overheid, dus chartergeld is even niet beschikbaar. Ja. En dan houdt het op, want het is een grote post. Ja. Nou, nogmaals bedankt voor uw tijd, dat u heeft willen praten met ons. Ik hoop nogmaals voor de kinderen dat het door zal gaan. Ik vind het ook belangrijk, ik praat dan op persoonlijke titel ook, dat sporten is heel belangrijk. Je leert kinderen samenwerken, ze zijn gedisciplineerd, heel sociaal worden ze met elkaar, ze weten. En dit is belangrijk. Het meetmoment, zoals u ook zegt, meneer Elvin zegt, meetmoment is over de jaren heen. Ja. He? Dat ga je dat zien. Net zoals we nu investeren in iets, dan hebben we misschien pas over jaren de vruchten ervan. En zo is het ook met sport. Ik heb een metafoor altijd voor ze. Iedereen houdt van lekkere mango's. Maar als je 7 jaar geleden geen zaad in de grond hebt gelegd. Inokjes en mango. Ja, nee, en daarom 7 jaar lang inokjes mango. Nee. Het gebeurt niet overnight. Ja. Ja, we zakken wat er geen zorgen. En dan krijg je de lekkere, zoetige mango's. En dat is de hoeveelste keer dat we niet meedoen aan de consulatie? Tweede keer. De tweede keer. Hebben we afgezegd in 3 jaar tijd. Oké, hartelijk bedankt nogmaals. Graag gedaan. Fijne dag. Dat was het gesprek dus nogmaals met de voorzitter van de federatie. In verband met het feit dat de kinderen niet meer mee kunnen gaan naar spelen in Colombia. Ik snap natuurlijk wel, de kinderen zijn zwaar teleurgesteld. Dus er wordt een andere route geprobeerd via de vicepresident. Ik hoop echt oprecht dat ze mee kunnen. Ik ben mee geweest dit jaar naar Sint Lucia met zwemmers. Wat je ziet onder de kinderen, hoe enthousiast ze zijn, hoe ze elkaar ondersteunen. De eenheid, ik denk ja, dit sport is echt belangrijk. Echt, echt, echt belangrijk. Dus zelfs zou ik zeggen, meneer Elvin, misschien moet u toch eventjes beter kijken naar de begroting. Misschien ik af en wel. Hallo, Paolo. Abon, later.